Henk Kuipers is een indrukwekkende verschijning. Het is een man die in één oogopslag met die ontzag afdwingt. Een man die moeiteloos in staat is om een ander angst in te boezemen. Als Henk Forsten naar je kijkt, dan sta je om in even te Napel die uit Klusinevee komt. Dat is eigenlijk wel leuk. In termen te blijven, al meteen met 3-0 achter. Dat vond ik wel extra keer. Vechten voor mijn leven. Een boek over het bizarre leven van biker Henk Kuipers. Een boek dat vertelt over de motorclubs, over zijn privéleven, zijn tijd als bodyguard en de wereld van de vechtsport waar Kuipers een belangrijk aandeel in heeft. In eerste instantie alleen maar geschreven voor zijn kinderen. Een boek over een grote stoere beer met een klein hartje. Nee, dat wisten mensen al, denk ik. De mensen die mij kennen, die weten dat ik een grote beer ben met een klein hartje. Maar dat kleine hartje, dat heeft meer invloed op mijn privéleven dan op mijn uiterlijk bestaan. Ik denk dat iedereen wel een klein hart heeft. Hè? Ieder mens die met kinderen in aanraking komt of wat dan ook. Of zo opgevoed is zoals ik opgevoed ben. Het boek is geschreven door journalist Michiel Blijboom. Hij trekt lange tijd op met Kuipers. Hoe verliep de samenwerking? Uitstekend. Ik bedoel, niet altijd even makkelijk, omdat Henk nogal impulsief is en ja, wordt weggeroepen vaak of heeft wat anders te doen. En, bedoel, dus het had sneller gekund. Het boek is gisteren uitgekomen. Kuipers is daarom samen met de schrijver bij de boekhandel in Klasinaveen. Voor een praatje, een foto en natuurlijk een handtekening. Ik zag een stukje op internet en het was gelijk al spannend. En ik vind het gewoon heel vet wat hij allemaal doet. En allemaal mensen die denken anders over hem, maar het is helemaal niet zo. Er zijn genoeg mensen die verkeerd over hem denken, terwijl het helemaal niet zo is. Nou, ik vind het interessant. Ja, hij woont ook in de Veen. Nou, tenminste, hij komt ook in de Veen. Ik denk van, nou ja, dit is wel, ik denk wel dat hij een bewogen leven heeft. Dus, Waarom zitten de mensen hier nou op te wachten? Ja, de ene denk ik om een stuk sensatie, de andere om de werkelijke Kuipers te leren kennen. En, anderen omdat ze het ook echt leuk vinden om te doen. Maar er zit bij mensen een stationeel stuk achter natuurlijk. En sommige mensen dan een goede vriend van me zijn, denk ik.